Dus toen was het verlangen om heel erg gewoon hier binnen te gaan verbouwen. Ja. En kijken hoe dat gaat. Ja. En ook die kennis weer naar boven te halen. Omdat die langzaamaan aan het verdwijnen is, ook in Nederland. Maar wat voor mij het bijzondere is de werkelijke betrokkenheid die mensen voelen bij het project. En de gezamenlijkheid ook die daarin zit. En de passie die naar boven komt voor mensen. Ja. Dat is voor mij heel bijzonder om te zien. En die ken ik in mezelf heel goed. Want toen ik voor het eerst met een boer ging werken in Upstate New York. En we gingen met de wol werken die zij zeg maar cultiveerde op de schapen die zij had. Dat was voor mij zo'n bijzonder proces. En daarna, ik kan nooit meer een materiaal anders kopen dan op die manier. Zeg maar. Dat je nu volledig hebt gezien. En dat is ook het belang van het regionale werk dus eigenlijk. Ja. Daarom het ook allemaal dicht bij huis wil hebben. En omdat mensen dan weer betrokken raken en ook begrijpen wat de waarde is. Want een kledingstuk dat op deze manier tot stand komt, kan echt niet voor 10 euro in de winkel liggen. Absoluut niet. Dus dat heeft een heel ander prijskaartje, maar het heeft ook een ander... Ja, het heeft ook een andere energie en een andere betrokkenheid en een ander leven. En ik denk ook een veel langer leven daardoor. Rijker. Veel rijker, Veel rijker. Wat zou je nog een hele mooie toevoeging vinden aan het verhaal zoals het er nu al ligt voor de Denim Project? Nou, ik denk dat voor de nabije toekomst dat het heel belangrijk gaat zijn dat we die verschillende waardeketens die we hebben geïdentificeerd en waar we ook delen nu van weten qua kosten en hoe het gaat, zeg maar, de logistiek ervan. Dat we die zo compleet mogelijk krijgen, zodat ze ook echt actief kunnen bijdragen, zeg maar. Ja. Dus die grote waardeketen, maar ook die kleinere. Hoe kunnen we als Linen Stewards, hoe willen we echt werken en hoe gaat dat verder? En dat is nu aan de groep ook, dat is niet aan het Linnenproject of aan mij, dat is gewoon aan de groep. Dus gewoon kijken, en we zijn natuurlijk bezig met de ontwikkeling van een kleinschalige spinfaciliteit. Dat zou heel veel mogelijk maken, lokaal. Dat zou ook een hulpvraag eigenlijk zijn, misschien toch, of niet? Ja, zeker. Ja.